16 clubs in een profloopbaan die maar liefst 27 jaar zal duren. Henk Vos heeft wel wat gezien en meegemaakt. Maar Standaar heeft een speciaal plekje in zijn voetbalhart. Een hele mooie, maar ik denk ook wel de beste periode uit mijn carrière. Toch zet Vos na 1993, wanneer hij Luik verlaat, nooit meer een voet in Sclessin. Pas nu, na al die jaren, is Henk terug in zijn oude thuishaven. Waarom Henk en Standaar uit elkaar gaan? Daarover later meer. Eerst maar eens achterhalen waarom Vos en de Volksclub zo goed bij elkaar passen. Ik vergelijk het een beetje met Feyenoord. Een hele trouwe aanhang. En ja, zoals je ook wel weet, hebben er heel veel supporterclubs in België die voor Standaar zijn. En ze komen eigenlijk uit heel België. En dat zegt dan genoeg over deze club en over de uitstraling die ze hebben natuurlijk. De eerste stappen van Vos bij Standaar lezen als een jongensboek. Hij scoort twee keer tijdens een legendarische comeback. Op mijn debuut tegen Agen voor de beker. Ik was gewend om voor een paar duizend man te spelen. En dan kom je in één keer in het stadion wat kolkt en wat borrelt van emoties en alles. En we wisten ook als groep wat er op een gegeven moment op dat moment moest gebeuren. We moesten natuurlijk een achterstand van 3-0 wegwerken. Ja. En dan ga je van begin af aan daar volle bak tegenaan. En dan komen de supporters achter te staan. Ja, en als je dan uiteindelijk die wedstrijd wint met 4-0 en je bent een ronde verder. Ja, dan kan je wel zeggen dat het stadion op dat moment ontplofte. Alsof het zo moest zijn, eindigt de periode Vos bij Standaar ook op een epische manier. Hij maakte 1-0 in de gewonnen bekerfinale tegen Charleroi. Ja, ik kreeg de ruimte om te schieten en ik schoot hem links van de keeper schoot ik hem binnen. Dus toen was de band eigenlijk een beetje gebroken. Een Henk Vos goal? Ja, misschien wel. Ik was ook wel iemand graag die probeerde te dribbelen, maar deze was wel bijna uitstand. Dus was wel een mooie, maar ook een zeer belangrijke goal. Maar dan, de reden achter de lange afwezigheid van Vos in Luik. Le Renard, zoals de Waalse pers hem noemt, gaat in 1993 op een wrange manier weg. Hij krijgt tot zijn grote teleurstelling geen contractverlenging. De prestaties die waren gewoon goed. Ik heb nooit geen slechte dingen gehoord. En in één keer dan kom je op een cruciaal moment waarvan je denkt van het gaat wel gebeuren. Maar het gebeurt niet en het bleef maar duren en duren. Totdat we op een gegeven moment zelf de knoop hebben doorgehakt om dus met andere clubs te gaan praten. Omdat je transfervrij was. Dus dat was wel het positieve tegenover het negatieve eigenlijk. Deed het pijn? Het deed me wel pijn, ja. Want ik had nogmaals fantastische jaren achter de rug. En dan verwacht je ook wel iets terug van de club. En helaas, om wat voor reden weet ik nog steeds niet, is dat niet uitgekomen. En dat is wel, dat vond ik op dat moment wel erg jammer. Ja. Eind goed, al goed. Vos mag binnenkort de aftrap bij een thuisduel van Standaar verrichten. Als een soort van een verlaat afscheid. De liefde komt weer helemaal van beide kanten. Het blijft de club die een plaatsje maar blijft houden.